Hallo allemaal, hartelijk welkom bij Speel met mij. Ik heb laatst deze kerk uitgepakt van Playmobil. Het is een Playmobil set met een bruidspaar en een pastoor in de kerk. En deze kerk ga ik vandaag dan opbouwen. We gaan beginnen met deze bodemplaten en ik heb al wat voorbereid. Hier en hier heb ik de gele schroefjes in gedaan. Hier ook nog twee stuks en hier heb ik rode. Die doe ik dan hier erin. Zo. En dan aan de andere kant maak ik deze vast. En dan komt deze plaat hier. Zo, als volgende bereid ik dan de ramen voor. Daarvoor doe je deze glas in loodruit in het raamkozijn. Dat kun je er gewoon indrukken. Zo. Zo, dat is geloof ik goed. En hier en daar komen dan weer van die schroefjes. Rode schroeven. Zo, ik heb nu drie ramen voorbereid. Twee keer deze met hetzelfde plaatje met boven de duif en onder het gezicht. En één keer... Oh, wacht, dat is ook nog dezelfde. Maar er zijn nog andere. Ja, kijk, die heb ik nu ook in elkaar gezet. Dus twee keer die met de duif erboven en één keertje met de duif onder. Dan twee zuilen. Daar heb ik boven en onder die schroefjes in gedaan. Hier in het midden heb ik zo'n houder met een kaars vastgemaakt. En dan heb ik nog twee van die gele zuilen. Onder en boven zitten er weer van die rode schroefjes in. We gaan beginnen met de gele zuilen. Die wordt zo gedaan dat de puntjes voor moeten zitten. En dat hier klik je vast aan het raam. Dan komt dit stukje met de kaars. Dan komt het volgende raam. Dit keer met het Playmobil poppetje bovenin. Nu komt de volgende gele zuil. En nu zo dan eraan het volgende raam. En het volgende stukje met de kaars. Zo, en dit deel... Dat zet ik dan hier zo neer op de bodemplaat. Nee, wacht. Zo moet die. Ik heb nog even wat anders gedaan met de bodemplaat. Dit moet hier, dat traptreden eigenlijk, die moet voor. En dan kunnen die platen die ik net in elkaar heb gezet hier zo achter. Dan kunnen we verder gaan. Zo, dan hebben we hier nog twee ramen. En hier hebben we nog wat van die zuilen. Hier heb ik boven en onder weer van die schroefjes ingezet. En hier aan de zijkant ook. Dan gaan we beginnen met de gele zuil. Zo. Dan pakken we dit raam. Dan weer een gele zuil. En dan aan deze gele zuil komt de deur vast. Hier ook weer een gele zuil.
en het volgende raam. Dit wordt dan een klein hoekje. Oh, en tot slot komt dat deel nog. Alles moet even goed in elkaar zitten nu. En dit komt dan hier. Zo. En hier is dan de eerste ingangsdeur. Nu komt de volgende deur. Dit is de hoofdingang, de grote deur. Die komt hier aan de zijkant. En daar heb ik ook overal weer van die rode schroefjes in gedaan. En als volgende hebben we deze zilveren deeltjes nodig. Die gaan we hier aan vastmaken. En daaraan wordt dan de deur bevestigd. Je kunt het natuurlijk ook eerst aan de deur vastmaken, dat is misschien wat makkelijker. Eerst hieraan vastmaken en dan aan de poort. Ja. De deurgrepen ontbreken nog aan de deur. Zo. Om de deur nu op de goede plek te zetten, sorry, heb ik dan hier weer een zeil waar ik weer van die schroefjes aan heb vastgemaakt. Die heb ik aan de zijkant vastgemaakt. En dan kan ik de deur zo hier aan bevestigen. Hier zie je dan de schroeven die hier inkomen en deze schroef komt dan hier in de bodemplaat. Zo, het is gelukt. Nu ontbreekt er hier alleen nog wat, maar deze zijde blijft open zodat je er ook goed mee kunt spelen. En nu komt de tweede etage. Daarvoor heb ik dit met een hoekje en dan heb ik de vierkante plaat. Deze plaat komt dan hierboven. Bovendien heb ik ook nog deze. Dat kun je al zien, die komt daar. En dan rechts en links deze rechte stukken. Hier boven de ingang komt nog een afdakje. En je ziet het, voor de kerk heb ik nog wat rozen neergezet ter decoratie. Links en rechts van de deur. Dus steeds een plantenbakje. Dan komt het dak nu. Daarvoor moet ik eerst deze drie hoeken dingen voor bereiden. En dan heb ik nog dat bloemenraam. Aan bepaalde dingetjes van het raam, je ziet het, zit er zo'n puntje. Die kun je hier zo eraan vastmaken. Precies in van die kleine inkepingen. En dan kun je het zo erin klikken. Onder komen dan weer vier van die schroefjes in. En nu heb ik dan twee van die delen nodig. Eentje komt hier zo. En eentje komt achter. En aan dat achterste deel komt nog het orgel. Als volgende komt het dak er hier op. Maar dat moet je dan apart voorbereiden. Daarvoor heb ik hier deze onderdelen. Daar heb ik weer schroefjes in gedaan. En dan heb ik deze beide delen. Daar zitten onder vier van die schroeven. Boven is het alleen maar het dak met dakpannen. En dan heb ik dit zwarte deeltje nodig.
Dit wat langere deel, dat moet hier zo. Even kijken. Ik moet het eerst even los erop zetten. Ik heb het nog even gewisseld. Het langere deel moet hier dan zitten. En dat komt dan daar. Dan valt dat net over de rand. Zo. Nu ontbreekt alleen nog maar de kerktoren. En daarvoor heb ik hier al 4 van deze onderdelen voorbereid. Steeds met rode schroefjes erin. En 4 van deze delen, die hebben boven en onder een rode schroef. Die zet ik nu allemaal in elkaar. Dus op de hoek komen steeds de gele zuilen. Aan deze kant kun je dan het volgende onderdeel vastmaken. En helemaal bovenop de toren komt nu nog de haan. Dat zit zo ver bovenop dat je het helemaal niet meer ziet, maar ik zal het eens even laten zien. Ik vind de kerk echt heel mooi geworden. Ik draai hem nog eventjes. Hier is een ingang. Hier heb je dan de ramen, de glas- en loodramen. En hier bovenin het bloemenraampje. En dan kun je zo hier in de kerk kijken. En hier kun je dan ook spelen met de Playmobil poppetjes. Want als dat dicht zou zijn, dan kun je er helemaal niet in komen. Dus daarom is die ene kant open, zodat je binnen wat kunt spelen. En hiervoor heb je natuurlijk de grote deur. De grote ingangsdeur. Daar kun je dan naar binnen voor de bruiloft bijvoorbeeld. Het is een grote houten deur. Ik hoop dat jullie de opbouw van deze kerk leuk vonden. Bij de volgende keer gaan we de kerk inrichten en dan bereiden we het bruidspaar voor op hun bruiloft. Als je de video leuk vond, geef me dan een duimpje omhoog. Laat me wat weten in de reacties. Laat maar weten wat jullie vinden van de kerk, of jullie nog ideeën hebben voor leuke bruiloftsverhalen. Laat het allemaal maar weten en schrijf het maar. Bekijk verder ook de unboxing video waar ik de kerk uitgepakt heb, dus de grote Playmobil set. En verheug je maar op de volgende keer als er weer video's komen. Dat was het voor vandaag. Doei!